Jonge mensen, wier leeftijd varieert van 15 tot 20 jaar, hebben als winnaars en winnaressen van een opstelwedstrijd over industrialisatie een tocht langs de Nederlandse industrieën gemaakt. Op de laatste dag daarvan hebben ze in een chemische fabriek in Naarden aan de productieverhoging actief meegewerkt, en wel als tijdelijke arbeidskrachten. In de rukstoffenafdeling vulde Walter Woltz, die voor onderwijzer studeert, grote vaten met een vloeistof waarvan de naam onuitspreekbaar is. In de parfumcompositieafdeling troffen we, gezeten voor het reukorgel, de gymnasiumleerlingen Helmi van Beek aan, die uit al die flesjes een parfum moest samenstellen. Een andere prijswinnares, Maria Hamelink, die in het dagelijks leven verpleegster is, hield zich bezig met een bepaling volgens jodiumtitratie. Ria Veldman, die meehelpt in de huishouding, moest in het smaakstoflaboratorium vruchtensap met extra vitaminen bereiden. Huberta Theeuwen leerde de beginselen van continu destillatie. In de technische werkplaats stond Gerard Heers achter de draaibank. En zo deden ze allemaal wat. Jonge mensen hebben gezien hoe Nederland werkt. Zij weten en beseffen dat industrialisatie nodig is, en zij zullen die wetenschap in eigen omgeving uitdragen.